Dag dames en heren! Iedereen die zonnepanelen heeft, die heeft de afgelopen dagen zelf kunnen zien dat je ook in de winter een behoorlijke opbrengst van zonne-energie kunt krijgen. Sterker nog, tijdens een bewolkte zomerdag produceren zonnepanelen minder energie, zonne-energie dan tijdens een zonnige winterdag. Natuurlijk hebben we in de winter minder licht, minder daglicht. Morgen komt de zon in Utrecht op om 6 minuten over 8 en gaat alweer onder om 10 over half 6. Dus we hebben effectief Iets meer dan 9 uur daglicht. En bovendien staat die zon ook wat lager. En kan het zo zijn dat er schaduwen op je zonnepanelen vallen. En het is ook zo dat zonnepanelen het best werken als de zon loodrecht op die zonnepanelen schijnt. Dus heb je zonnepanelen plat op je dak, dan zal de opbrengst minder zijn dan dat je de panelen schuin op je dak legt. Ja, en wat er ook kan gebeuren met zonnepanelen is eigenlijk hetzelfde als op onze autoruiten: dat heeft te maken met vocht en kou. De condens bevriest en daardoor moeten we s morgens autoruiten krabben. Ook op zonnepanelen kan er in koude ochtenden een laagje ijs ontstaan. Maar dat moet je er natuurlijk niet afkrabben, want dan beschadig je ook de zonnepanelen. Bovendien is het ook heel gevaarlijk om zomaar zo'n glad dak op te gaan. Ja, en dan sneeuw. Dat kan natuurlijk ook de oorzaak zijn dat je een lage opbrengst hebt van zonne-energie. Maar ja, als je dak schuin staat, dan werkt het. De zwaartekracht. En zul je zien dat in de loop van de dag, door invloed van de zon en de zwaartekracht. de sneeuw gewoon weer naar beneden gaat. En die temperatuur, heeft die dan nog invloed op de opbrengst van zonnepanelen? Nou nee, sterker nog, juist met lage temperaturen is de weerstand lager. en zal de opbrengst van zonnepanelen juist hoger worden. Dank u wel voor het kijken en graag tot een volgende keer.